Eén van de twee ingangen van het Hofje van Bakenes is te vinden aan de Bakenessegracht. Boven de ingang een gevelsteen met een raadseltje. Ingang van het gesticht van Dirk van Bakenes. Voor vrouwen 8 en 2 x 6. Dit raadsel heeft twee betekenissen. 8 plus 2 is 10, maal 6 is 60. Dat is de leeftijd die een vrouw moest hebben om hier te kunnen wonen. 8 plus 2 maal 6 is 8 plus 12, dat is 20. Het aantal vrouwen dat op het hofje kan wonen. Nadat we ons ervan vergewist hebben dat we geen hond zijn, maken we de deur open. Dan kom je in een soort steeg. Aan het einde is weer een deur. En dan betreed je de oase van het hofje. Dit hofje is het oudste nog bestaande hofje in Haarlem. Het is gebouwd in 1395 volgens testamentaire bepalingen van koopman Dirk van Bakenes. Zijn weduwe en haar beide zoons lieten het hofje bouwen. De huidige hofjeswoningen zijn niet meer de hofjeswoningen uit de 14e eeuw, maar dateren uit het midden van de 17e eeuw. In eerste instantie bestond het hofje uit 13 huizen voor 12 vrouwen. Maar met de herbouw in 1663 werd een van de gebouwen verbouwd tot regentenkamer. Hierna was er nog plaats voor 12 vrouwen. Naast het oude hofje is er nu een veel nieuwer hof met moderne woningen.